op die linkerbaan. Hey. Wij willen alles bestellen dat degene voor ons heeft besteld. Kip, ja. Kip, maar. Even op te kraken. Nee, ja. Ik hoop echt dat je ervan geniet. Ja, het is wel model ish. Ah, Ik vind let's het spannend, Elio. Let's eat. Ik vind het let's spannend. Let's eat. Hallo allemaal, leuk jullie weer kijken naar een nieuwe video. Zoals jullie zien, dit is een andere setting dan jullie van mij gewend zijn. Ik zit met... Oh, Elio! Elio! Deze settings zijn ze wel van je gewend, want in je vlog doe je heel vaak. Ja, wel in mijn vlog, maar niet van mijn extra video's. Nee, true. Maar voor deze video is het heel belangrijk dat we in de auto zitten, want wij gaan door de McDrive. En wat gaan we doen, Elio? Ik moet anders laten bepalen wat we gaan eten, oh my god. Ik zie dus nu een auto naar binnen gaan. Ja, dus gaan we daar achteraan. Wij gaan er zo achteraan. En dan, het is ook nog Tesla. Okay. Dus je gaat, die heeft geld. Dus oké, het is een goede auto. Ja, we moeten echt goed opletten achter wie we aangaan. Want diegene gaat dus voor ons bepalen wat we gaan eten. Want wij nemen alles wat diegene ook eet. En ik wil wel veel. Ik wil koffie vanavond. Ja, maar als die persoon alleen koffie heeft, dan hebben wij er niks aan. Ze moeten eigenlijk even de mensen scouten die voorbij gaan. Maar goed, als jullie zin hebben in deze video, doe dan alvast je duimpje omhoog. Vergeet niet om straks een leuke reactie achter te laten. En natuurlijk te abonneren op onze kanalen. Op onze kanaal, oh ja. Ja, we hebben ook een video opgenomen voor Elio's kanaal. Ik zet een linkje in de beschrijving zodra die video beschikbaar is. En dan gaan we nu hiermee beginnen. Nee, geen idee. Ik hoop nog niet die van jou. Let's spannend, eat. Elio! Let's eat! Ik vind het let's spannend! Let's eat! Heb je dat al eerder gedaan? Nee! Ik ook niet. Nee. Ik zie daar een kind naar binnen gaan. Dat is een Happy Meal. Hier moeten we achteraan. Ja. Ja, hier wil ik achteraan. Ik wil een Happy Meal. Ik ook een Happy Meal. Nee, ik had toch achter die... Daar was die kind. Nee, daar was het mannetje. Huh? Shit. Of we zeggen gewoon, als we nu gaan... Dan zeggen we wat het kind ook heeft. Het juist. Ja, maar die eet dan niet zoveel, hè? Neem ik aan. Weet je wat, we vragen gewoon wat diegene heeft besteld. Nee, dat mag toch niet? Ik weet mag dat wat niet? Zijn de spelregels van deze video? Ik heb geen idee. Wat heb je nou op de snapper? Hi. Oh, wat beter, want jij kan nooit kiezen, ik weet het weer. Dat dus is waar, dus dat we eigenlijk en ik kan ook nooit kiezen. Goed. Hallo? Is het me, joh? Goedemiddag, wij willen alles bestellen dat degene voor ons heeft besteld. Alles bestellen wat degene voor heeft besteld. Ja. Kan dat? Wat? Is het veel? Yes. Wow, er komt echt heel veel daar te staan. Ik kijk niet wat het is, maar het is echt heel veel. Dat ja, dat was hem. Nee hoor, er staat maar €15,90. Oké. Okay. Waar niet eerder gehad? Het is €15,90. Dat is niet zoveel, toch? Of wel? Dat is denk ik wel twee menu's. Ja. Wat bestellen mensen op dit tijdstip? Jongens, het is 1 uur 's middags. Waarom niet gewoon naar binnen moeten gaan? Ik weet het niet. Ik wil gewoon weten. Ik zit vol met vragen, merk je dat? Ja, ik ook. Maar weet je, mijn hart gaat ook echt tekeer. Ik ben echt benieuwd wat wij nu gaan krijgen. Ik ben namelijk echt een moeilijke eter. Ik ook. Nou, niet, ja. En we moeten dit nog zien te delen ook. En we moeten straks nog eten voor zijn kanaal ook. Dat is helemaal kut. Maar ik heb niet om eten, ik heb niet gelukt. Dus dat komt goed. Ja, dat komt goed. Kom oh my god, ze zijn nog. Weet je het zeker? Weet je het zeker? Weet je het zeker? Weet je het heel zeker? Wat voor lunch heb je bij McDonald's? Je krijgt echt niet een broodje gezond. Er zit sowieso iets van vlees tussen. Wow, zet die gasplaat. Nee. Linkerbaan. Jongens zonder baan op die linkerbaan. Ik ben wel blij dat het €15,90 is en niet €50,90. Sorry, ik wil niet gierig doen, maar ik weet niet eens waar ik voor betaal. Oh my god. Ik kan ook niet echt pittig, jongens. Hi. Ja, ga binnen. Zij weten waarschijnlijk al waar we mee bezig zijn. Ja, dat denk ik wel. Ja. Oké. Okay. Ja, dankjewel. Oké, waar hoop je op? Ja, wel iets met kip. Kip, en geen prik in mijn drinken, want ik hou niet van prik in mijn drinken. Oké, dan neem ik die wel, al hou ik daar eigenlijk ook niet van. Eigenlijk ook liefst wel veggie. Veggie. Dat is wel veel gevraagd, man. Bij de McDonald's. Nee, dat heb je nu. Ik weet dat het bestaat, maar denk je dat mensen daar voor hierheen komen? Je hebt een veggie homestyle. Ik zie daar wat cheesecake, die had ik wel.
of appeltaart. Macaron. Ik heb echt zin in die dingen daar. Die daar. Dit ziet er goed uit. Ja, dit en is een koffietje erbij. Dit is door. Een soort van de middag high tea variant. De high tea variant. Ik vind het wel heel leuk gevonden. Gewoon een beetje een high tea variant bedenken. Hey. Het is gewoon appelgebak met een kop koffie, schat. High tea variant. Dan heb je zo'n schaal te krijgen met van die levels erop en zo. Maar dat moeten ze doen. Oh my god. Als McDonald's, als iemand van de McDonald's, van productie, van de Mackie. Oh, higher management. Als je kijkt. Ik denk niet dat je kijkt. Maar als er iemand kijkt, dit is echt een goed idee. De High Mac. De High Mac. Mac Tea. High Donald's. Mac High Tea. We moeten nog nadenken over de naam. Maar in ieder geval vind ik het wel werken. Oh, ja, ja. Ja, toch? Zeg eerlijk. En dan verpakt in zo'n doosje van de Happy Meal. Ik hoop eigenlijk wel op een Happy Meal. Ja, want wat als je het mee naar huis krijgt, dan moet het ook nog leuk verpakt zijn. De High Tea. Sorry, ik ga even door met mijn idee. Mijn briljante idee. Ik vind het echt briljant. Het was een samenwerking, hè, dit idee. Het was een collaboration between our fans. Oh, je bedoelt dus ons? Ja. Ja, ik dacht dat ik stiekem hier als sponsoring doe. Nee, dat bedoel ik niet. Nee. Nee, ja, inderdaad. Jij bent meteen op die money's, hè. Ik bedoel het gewoon in het moment nu. Oh, krr, wat krijg je? Ding, 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 ding. Oh, ik hoop gewoon wel dan fietsen bij de fiets en zo. Dat soort. Ja, top. Dankjewel, denk ik. Ja, dankjewel. Bedankt. En het is een naprik. Daar gaan we. Oh, niet zo hard, maar dan valt de camera. Okay, ik ga hem nu even vasthouden, hoor, want het zal niet vallen. Heel rustig, want ik heb ook nog wat drinken. Waarom doen ze dat? Ik lijk echt alsof ik hier 80 door de bocht ga. Deze shot is echt zeer cool. Oh, ik vind hier ligt wel mooi van. Het lijkt net een engeltje. Het wordt hem. Oké, dit is sinaas en cola, denk ik. Dan ga ik voor de sinaas. Dit is eigenlijk een soort van unboxing, maar dan dat je niet weet wat erin zit. Yeah. Ik denk dat dit sinaas is en dit cola? Sinaas en cola, heel simpel eigenlijk. Ja. Maar ik weet niet of dit cola light is, ik hoop het niet. Oh, jij bent echt wel van die echte. Wat mooi. Oh, dit vind ik chill. Dit vind ik chill. En Big Mac. Jij mag de chicken, liefje. Ja, okay. Jouw video, jouw leven. Make-up. Oké, lekker. En wat is medium patat. Oh, maar dit is echt gewoon heel basic. Ja. Dit is zo basic. Ja. Dit is zo basic. We gaan nog een keer erdoorheen. Maar gaan we het opeten? Ja, toch? Ik heb echt trek namelijk. Oké, thanks. Oh. Jongens, ik vind het meevallen. Ik hoop dat jullie niet teleurgesteld zijn. Ik in ieder geval niet, want ik heb hier wel zin in. Het is echt perfect. Nou, ik heb wel echt honger, dus op zich. Ja. Ik heb wel lange big. Wow, ik heb dit nog nooit gehad. Nee, wat zo'n is dat? Een dubbeldekker. Een Big Mac, dat is driedubbel. Wat bestel jij normaal bij de Mac? Een McVeggie chicken. Veggie, ja? Ja. Maar ben je veggie life of is nee, het gewoon... Gewoon, probeer zo goed mogelijk. Te leven. Ja. Een flexitariër noem je dat. Ik denk dat ik ook een flexitariër ben. Ja, als de optie er is en is gewoon prima, dan bestel ik echt wat dat. Mm. Maar niet druk helemaal mee. Kijk hoe groot, wow. Oké. Okay. Het is wel echt big. Ja, hoe krijg je dat? Ik heb dat ook nog nooit gehad. Het is wel goed voor een Big Mac dat die echt big is. En er zit cheese in. Ja, vind je dat niet lekker? Nee. Oh. Maar dat is toch geen kaas? Dat is toch gewoon bijna plastic? Sorry. Ja, daar heet dat, ja. Zit je niet meer eten af te kraken? Nee, ja, ik hoop echt dat je ervan geniet. Maar dat vind ik gewoon zo jammer dat het zo'n vierkantje is. Het is echt gewoon net als SpongeBobby. Ja. Toch? Het proeft wel oké, hoor. Oh, ik ben blij voor je. Moet het nog ergens over hebben? Hoe bedoel je? Nee, gewoon niet. Het is zo van als je voor de klas. Kom even praten met papa. We moeten het ergens over hebben. Ja, inderdaad. Wat heb ik gedaan? Ja. Ondertussen word jij denk ik gestapt? Nee, ik heb geen. Ik heb op. Is het Tinder? Grapje. Grappie. Oh nee, het is gewoon Instagram. Je had wat vragen toch gekregen? Ik had wel vragen binnengekregen, ja. Jongens, ik denk dat we gewoon verder gaan met een stukje Q&A dan. Ja. Want eigenlijk, dit eten, ja, dit was het meest spannende gedeelte. Ja. En eigenlijk valt het hartstikke mee. Daar ben ik wel blij om, hoor. Ik ga niet voor je liegen. Dat het niet heel veel is, ja. Precies. En mochten jullie het nog een keer leuk vinden als ik dit met iemand of in mijn eentje nog eens een keertje 24 uur de hele dag ga doen. Ochtend, middag,
en avond, dan moeten jullie dat laten weten. Is dat een ding? Dat is een ding. Dat je dus drie keer naar McDonald's gaat om dan te bestellen? Nou, dat je in ieder geval drie keer ergens naartoe gaat en drie keer mensen voor je laat bestellen. Dus zowel voor je lunch, als voor je ontbijt, als voor je avondeten. Oh my god. Ik denk dat dat heel kut is. Volgens mij kan je daarna gewoon de week niet meer eten. Nee, maar je kan ook naar Starbucks gaan, hè, in de ochtend. Ik wil wel ooit een keer naar het vliegveld en dan zeggen, oké, de eerste vlucht die nu gaat, die pak ik. Serieus? Ja, dat lijkt me echt heel hysterisch. Behalve als het naar land is waar ik word doodgemaakt. Maar... maar... Dan moet je dus je koffer inpakken voor de helft, weet je, winter voor de helft zomer. Oh, maar dan heb ik al geen zin meer. Ja, dat vind ik ook inderdaad wel. Dat lijkt me helemaal kut. Dat is ook wel moeilijk. Maar... Wat pak je dan in? En hoe lang? Hoe lang zou je gaan? Oh ja, dat is ook nog een ding. Ja, niet al die problemen meteen opgooien. Jawel, nee, maar... Het was gewoon een buffelig iets. Vriendin, laat maar met rust. Irritant, hè? Als iemand er crashing my dreams, ja. Yeah. Maar, even serieus. Ja, nee, maar ik wil dit eigenlijk ook wel een keertje echt proberen. Maar dan moet het wel uitvoerbaar zijn. Ja. Nou, ik heb wel eens gehoord dat mensen dat gaan doen. Voor de helft je koffie inpakken met winterkleding, voor de helft met zomerkleding. En je gaat gewoon, alles wat je nog nodig hebt, koop je gewoon daar. Of je bepaalt gewoon dat je naar de eerste, de beste zomerbestemming gaat. Dat kan ook, ja. Toch? Ja. Of, wat ook leuk lijkt, wat mij leuk lijkt. Dit wil ik sowieso doen, zodra mijn man zich bij me meldt. Laat me kijken alsof je er geen vertrouwen in hebt. Sorry, ik heb net verhaal. Nou, lijkt me heel vet. Als ik dan bijvoorbeeld bepaal, of hij, waar we heen gaat. En dat je dan gewoon zegt van, oké, dit of dat moet je inpakken. Oh ja, dat je gewoon echt niet weet. Nee. Juist. En dat je gewoon in het vliegtuig stapt, nog steeds niet weet waar je heen gaat. En dan land je en dan denk je, waar de fuck ben ik? Maar je weet bij de gate toch al waar je heen gaat dan? Nee, je mag niet kijken. Je moet gewoon echt niet kijken. Ik denk dat je er niet doorheen komt. Door de douane. Maar, dus niet geblinddoekt, maar je kan toch wel gewoon een beetje meespelen. Ja. Toch? Maar, dat lijkt me echt heel leuk. Je hebt mijn vriend wel eens gedaan, Michael. Ja? Niet met vliegen, maar wel gewoon met een weekendje weg of zo. Wat heb je dan gedaan? Ik mag even naar Rotterdam. In zo'n tiny house slapen. Maar we hebben... Oh, je ging naar Rotterdam. Ja. En dan reed hij en dan wist je niet waar je naartoe ging. Ja. Hoe was überhaupt zo'n tiny house? Dat heb ik wel eens vaker gezien. Leuk. Romantisch, ja. Ja? Nou, wel cute gewoon. Maar is het niet gewoon heel erg... hostelachtig en ik wil hier weg, bad bugs, dat gevoel? Nee, daar ben ik bang voor. Nee, zeker in Amsterdam en gewoon Nederland niet. Nee? Maar, ook niet gewoon... Zeg maar, kijk, weet je wat... bad bugs. Nee, maar sorry schat, maar ik heb nu gewoon echt iets tegen houten hutjes. Vanwege bed? Vanwege gewoon alles wat ik heb meegemaakt. Schorpioen op mijn kamer, mierenneft in mijn schoenen. Maar dat hebben we allemaal niet in Rotterdam, liefie. Nee, dat is waar. Dat is waar. Maar ik wil ook gewoon geen rupsen en zo. Ik hoef ook geen rupsen, nee. Kijk je mijn vlogs nog? Ja. Je mag gewoon even een stukje. Ik heb laatst een stukje gezien dat je vertelde dat ik guy online had gekeken. Bij een date me had. Oké. Dat je dus niet meer moest praten over je date in je vlogs. Oh, ja, oké. Nee, maar oké. Maar dat stukje over... Over die rups heb je dus gemist. Ja. Oké, goed. Maar... Nee, maar laten we het zo. Oh, echt? Ja. Maar rups is toch lief? Ja, rups is... Nee, rups is nooit genoeg. Ik vind ze echt heel vies. En... Je wordt toch uiteindelijk worden ze een vlinder, wat hartstikke mooi is. Mijn vraag was dus aan mijn vriendinnen laatst... Of ze ooit ook weer van een vlinder veranderen in een rups. En ik weet dat het ergens een hele domme vraag is. Maar ik denk dat de vraag gewoon nooit gesteld is. En daarom wilde ik hem heel graag stellen. Om eens te kijken van... Kunnen we daar met z'n allen over nadenken? Snap wat ik bedoel? Heel filosofisch. Toch? Het is eigenlijk heel diep. Ja. En onnodig. En wat gaan we als antwoord? Word jij ooit weer een baby? Oh. Ja, inderdaad. Toen dacht ik, oké, misschien toch een hele domme vraag. Maar daar gaan we het niet nog een keer over hebben verder. Domme vragen bestaan toch niet? Zeg ze toch wel eens. Heel mooi gezegd. Behalve deze. Hoe kwamen we hier? Over bad bugs. Oh ja. Tiny houses. Nee, dus dat vind ik vies. Dat soort dingen hoef ik dan niet, weet je wel. Dat is lief. Daarom, eigenlijk moet ik altijd heel voorbereid op reis. Ik zie jullie mij nog, want een schaduw en zo. Ja. Moet ik straks ergens anders heen rijden. Wat? Slagen. Lieve schat. Zullen we even een klein raampje open doen? Kan ik heel even verplaatsen met de auto?
Dan ga ik ergens waar er minder zon is. Want ik kan het niet meer aan. Ik denk dat ik dood ga. Ja, dat is een heel slim idee. Ik overdrijf een beetje. Oh, die zon. Soms zo hevig en soms zo afwezig. Is dat toch? Ook weer zo'n filosofisch. Maar dit is wel veel beter beeld in. Ja, maar ik kan hier op blijven staan. Midden op de straat. Zo, ik heb echt... Ik ga even mijn gordel los doen. Ik ga even mijn jasje uitdoen. Moet ik nog meer vertellen? Nee, de rest mag je ook aanhouden. Goed gehaald. Okay, dan kunnen we verder met het leven. Zal ik de vraag erbij pakken? Dit is echt, dit is een goede keuze geweest van je. Ja, top dit. Het zijn er niet veel. Ben ik ook helemaal rood? Ik heb de vraag ook echt net gesteld. Dus er zijn maar een aantal vragen binnengekomen. Nee. Jullie zijn toppers met vraagteken erachter. Wil je daarop antwoorden? Wij zijn toppers. Agreed. Top? Vind je jezelf een topper? Dan ga ik gewoon daar. Maar gewoon dat, vraag je dat seksueel of vraag je dat gewoon in het leven? Gewoon in het leven, man. Ik raak helemaal normaal. Elio. Je knoeit op je schootje. Een topper, ja. Niet altijd. Nee? You're still lots to learn. Lots to learn? Op welk gebied dan? Nou, dat ik me soms kan verliezen in het zorgen voor een ander. En dan, dat ik eigenlijk iemand ben die altijd alles geeft. Mm-hmm. En ik soms moet leren om niet meteen alles te geven waardoor ik een ander doorga. Maar gewoon iets minder geven en dan alsnog die ander kan ondersteunen ofzo. Maar maakt het jou per se geen topper dan? Oh my god, diep. Nee, die is wel echt diep. Nou, topper is zo van, dan ben je aan de top, dan heb je niks meer te leren misschien. Maar dat bestaat denk ik niet. Nee, daarom. Dus ja, dan ben ik wel een topper. Hoe ik het leven sta, vind ik top. Oké. En jij? Top. vind ik mezelf een topper? Ja, zonder arrogant te willen zijn, ben ik gewoon heel tevreden met wie ik ben. Ja, ik ook. En hoe ik in het leven sta, wat ik doe, hoe ik denk over dingen, de mensen die ik om me heen heb, het leven dat ik voor mezelf gecreëerd heb, min of meer. Dus ja. Ja, top. Tuurlijk, je blijft altijd leren en je bent altijd gewoon... Ja. Je kunt nog dingen verbeteren, maar... Tuurlijk. Ja, ik ben content wel, hoor. Ja, ik ook. Dus nou, oké, we zijn dus toppers. Maar ik denk dat het vooral ook een compliment was. Dus dankjewel als je dat gestuurd had. Hoe komen jullie altijd op zo'n mooie foto-ideetjes? Love jullie foto's. Ja. Waar haal jij je inspiratie van aan? Ik moet zeggen dat ik de laatste tijd een beetje moeite heb om... lang verhaal. Vroeger deed ik meer hele extravagante shoots met make-up. En ik ga gewoon heel lang zo praten dat het doorspoelen gewoon klinkt. En ik wil een beetje soort van niet meer alleen maar leuke poses met kleertjes aan. Mm. Maar ook weer echt die uitgesproken make-up en uitgesproken thema's of zo bijvoorbeeld. Ik merk wel dat jij steeds meer kunstzinnig wordt of zo. Ja, ja precies. Daar mm-hmm. wil ik een beetje combinatie in gaan maken. Ja, hoe kwam op die foto deze? Ja, ik hou gewoon van Amsterdam. Amsterdam is gewoon een inspiratie. Maar voor waar je gaat staan in de binnenstad is gewoon leuk. Nee, same. Amsterdam is eigenlijk voldoende voor mij. Maar dat is eigenlijk ook een leugen, dat is niet waar. Ik ga het liefst eigenlijk naar het buitenland om te shooten. En dan heb ik niet zo heel veel inspiratie nodig. Dan kijk ik eigenlijk gewoon altijd naar de plaats waar ik ben. Ja. De locatie. En dan van tevoren weet ik al wel een beetje hoe het eruit gaat zien. Of heb ik een idee erbij. Of soms ga ik zelfs op Pinterest kijken wat ik kan verwachten van een stad. Ja. En dan denk ik van, hier is het bijvoorbeeld mooi om mooie lange jurken te dragen. Of trouwens, lange jurken werken altijd. Dus als je ooit twijfelt, een lange jurk in het buitenland werkt altijd. En in Nederland niet? Als het zonnig is. Mooi weer moet zijn. Ja. En dan zet ik mezelf in die locatie. En dan hopelijk heb ik het juiste outfitje aan voor de juiste plek. En meestal gaat het dan wel werken of zo. Nou, ik schoen nog wel een beetje tussen. Het zou zo mijn vinger klikken. Die ga ik echt inzoomen. Nog een keer. Tussen ik wel een soort van meer de editorial kant op. Mm-hmm. Dat vind ik heel leuk, maar ik wilde ook niet. En de kunstzinnige kant op, maar ik wilde ook nog wel weer een beetje gewoon blijven of zo. Snap je meer wat ik bedoel? Dat vond ik een beetje lastig. Ja, mensen dus willen real life. Ja, en dat snap ik ook. Ja, na al die tijd dat bloggers alles maar mooier maken. Hadden dat gespeilde en zo, weet je wel. Ik snap wel dat mensen ook gewoon iets echt willen zien. Dus ik ben ook wel aan het kijken of ik het juist iets echter kan maken. Jouw insteek is ook altijd wel geweest dat je model wilde zijn of bent. Nee hoor. Vaak, toch? Nee hoor.
Dat dacht ik, want jouw poses zijn wel heel... Want je hebt ook zo'n pose met die hoed. Want waar sta je een beetje zo? Ja, het is wel model-ish. Ah, love, 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 love die foto. Ja? Yes. Thanks. Maar het is inderdaad wel een soort van model-insteek van je profiel. Precies. Ja. Maar dat is gewoon omdat ik dus hele mooie plaatjes wil schieten. Ja. En ik weet wel hoe je als model op de foto moet in principe. Dus dan doe ik dat. Je bent een model geweest, dacht ik ook. Nee, ze zou ik het nooit zeggen hoor. Maar ik heb wel wat modellenwerk gedaan, zeg maar. Maar ik ben geen model hoor. Nee, ik heb ook wel modellenwerk gedaan, maar ik ben geen model. Nee, precies. Ja. Maar ik denk dat, dat we dus soms ook wel inderdaad terug moeten naar normaal. Sorry, ik moet dit is niet zo lekker. Ja, oh, ik vind hem wel lekker, deze cola. Oh, ik heb niet zo vaak cola. Dit is niet mijn drankje. Ik geniet hiervan. Wat heb jij? Leuk voor je. Sinas. 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 Oh, had je liever cola? Sinasty. We kunnen wel ruilen. Nasty. Ik heb nog een paar vragen. Oh, oké. Larissa, waarom heeft je zus een donkerdere huidskleur dan jij? Mag jij uitleggen waar we komen die kindjes vandaan, Elio? Nou, dat komt omdat Larissa een andere vader heeft dan je zus. Ja. En jouw vader is een blanke man. Mijn vader is een witte blanke man. Zeg ja, ik mag niet blank zeggen, toch? Mag je blank niet meer zeggen? Ik weet het, ik hou Stop. Niet bij. Maar je mag blank niet meer zeggen en je mag zwart en wit zeggen, volgens Stop. Mij. Stop. Ja. Stop. Ja. Stop. Ja. Stop. Culture appropriation, waar. Ben je ze niet eens? Ik vind blank juist echt zo vriendelijk. Ja. Maar wit vind ik niet zo heel aardig. Nee. En zwart, ja. Ook eigenlijk niet, maar ik weet dat in Amerika zeggen ze black liever dan donker. Je kan geen dark zeggen daar. Ja. Yeah. Maar dark skinned kan weer wel. Moeilijk! Nee, ik vind het zo moeilijk. Ik raak in de war van dat soort dingen, maar goed. Ik wil ook heel graag met iedereen rekening houden, dat wel, maar... Ja, maar dat kan niet, weet je. Maar goed, om antwoord op de vraag, dus inderdaad, we hebben een andere vader. En de vader van mijn zus is dus een donkere man, zwarte man, negroïde man, hoe je het ook maar zeggen wilt. Dus vandaar. Maar... Wij zeggen gewoon dat we volledig zussen zijn, want we zijn wel samen opgegroeid en wij zien dat allemaal niet zo. Oké. Okay. Hoe kun je laten zien aan iemand dat je interesse hebt in hem? Precies op dat punt. Stopte de camera ermee. Oké, okay, maar dit vind ik een goede vraag. Hoe kun je aan iemand laten zien dat je interesse hebt in hem of haar? Ik zie dat jij meteen al helemaal... Ik ging even maar ready maken voor deze vraag. Nee, ik vond maar niet mooi zitten. Oké, okay, vertel. Gewoon laten weten. Maar waarom moeilijk maken? Gewoon laten weten. Ik vind je leuk. Oh, hoe dan? Gewoon dat zeggen? Ja. Ja? Nee, jij hebt al die regels natuurlijk. Oh, schat. Ik ben zo mysterieus als... Of nee, waar zegt het maak het zelfs niet zo moeilijk. Het leven is kort. Zeg gewoon, ik vind je leuk. Vind je mij ook leuk? Ja? Nee. Nee, maar ja, wat wil je dan? Oh ja, nee, maar dat was de vraag inderdaad. Hoe maak je iemand duidelijk dat je diegene leuk vindt? Dan is het inderdaad het duidelijkste om het gewoon te zeggen. Ja. Ja, ik speel enorm spel. Ja, maar daar word je toch moe van? Nou, maar eigenlijk, ik noem het nu een spel, maar dat is eigenlijk, ik ben niet van de spelletjes. Maar ik vind het wel belangrijk dat iemand mij verovert. En daardoor maak ik mezelf soms moeilijker dan nodig. Ja, want ja. Want misschien vindt die ander dat ook wel. Ja, en je kunt het niet ruiken of zo, weet je, van elkaar. Je kunt het inderdaad gewoon zeggen, of misschien leuk aanpakken, weet je wel, romantisch iets, of dus ja, een kaartje of iets. Kom ons halen, hoor je het? We mogen hier ook niet staan. Ja. Oké, wil ik hier nog op ingaan? Ja. Random video geworden. Het is misschien daarom wel chill. Random. Het is heel random. Het gaat van alles kantjes op. Zo ping pong pam 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 pam. Heel leuk. Maar wel echt random gewoon. Ik had ook geen doel met deze video. Nee, precies, maar wij hadden altijd een doel, een insteek, een maar dat onderwerp, is juist wel leuk. Een dilemma, weet ik veel. Maar inderdaad, kaartjes, postduiven en zo, weet je wel. Wacht op Valentijnsdag, kerst, stuur een kaartje. Nee, wacht op Valentijnsdag. Misschien is hij wel dood op Valentijnsdag. Ga maar nu. Kom op, leven is nu. Helder. Nou jongens, dan hoop ik dat jullie hier heel veel aan hebben gehad. Het waren, zoals ik al zei, weinig vragen. Maar het was überhaupt gewoon, er was geen doel met deze video. Behalve dan dat wij gingen eten wat degene voor ons had gegeten. Dat hebben we gedaan. Daar ben ik trots op. Ik vond het nog lekker ook. Ik had gewoon eigenlijk een lekkere chicken. Ja, ik had wel een beetje een matig minuutje wat ik normaal niet had besteld. Maar... Nee, ik heb helemaal niet gevraagd wat je ervan vond. Ik vond het niet zo. Ik vind het ook niet zo.
Maar thanks. We gaan nu door naar de Burger King. En gaan we nog een video opnemen voor Elio. Ik hoop in ieder geval dat jullie dit heel erg leuk vonden om naar te kijken. Als jullie vaker willen dat ik zo'n soort video maak, kan ook een ander soort invulling zijn. Laat het me dan weten. Dan ga ik dat doen. Als jullie nog meer video's met Elio willen zien, laat me dan ook weten. En laat me weten wat voor video's jullie willen zien. Voor nu in ieder geval super bedankt dat je hier naar hebt gekeken. Vergeet natuurlijk niet om je duimpje omhoog te doen, een leuke reactie achter te laten en te abonneren op onze beide kanalen. En dan zie ik je hopelijk heel snel weer in een nieuwe video. Kusjes. Dat was heel snel, hè? Ja, precies. Maar ik wil wel deze vraag nog even goed beantwoorden. Want iemand zit hier gewoon mee, oké? Okay? Iemand wil ik hier heb antwoord toch gezegd, op. Zeg het gewoon, schat. En als je het niet leuk vindt, is het super kut. Maar dan heb je wel alles van jezelf gegeven. Maar wat nou als je dat niet durft? Dan ga je altijd what if denken. Maar wat als je dat niet durft? Don't do the what if, do the ifs. Do the if. Nee, dit, ik wilde iets analogisch, maar laat maar. Anders als je het niet doet, niet zeggen, ga je altijd denken, had ik maar. En dat is die vreet je op. Dat is een heel mooi einde van deze mukbang. Oké, dus je neemt hem gewoon apart, hem of haar. En dan vertel je het. Als ik nog iets beters bedenk, dan kom ik er wel een keer op terug. Ja, maar dat, ik denk dat jij iets beter gekomen, want jij bent daar veel te moeilijk mee. Ja, wel.